Welkom allemaal bij Kermis TV Heerenveen, aflevering nummer 2. Vandaag is het vrijdag en vrijdag is het de Fairground Festival. Verschillende attracties die hebben bovenop de kassa hebben ze een aantal DJ's staan. We laten jullie gewoon zien wat voor één groot feest dat het is. En we gaan er wat exploitanten mee langs, we doen wat interviewtjes. Kortom, het wordt weer een drukke dag, een leuke dag. Ik neem jullie mee over aflevering nummer 2. Nou, we zitten nu in de kassa van de Experience en we zitten hier naast de operator Raymond Veldhuis. Raymond, vertel eens, we zijn hier bij de Experience. Wat voor gekke capriolen maakt deze molen? Nou, hij gaat ronddraaien, hij gaat over de kop en hij gaat ongeveer 8 meter hoog. Mag ik een vraag? Weet hoeveel transporten heeft de attractie? Is het één transport, alles gaat om één middenbouw en één vrachtwagen. En hoe lang duurt het dat hij opgebouwd is? Als we graag snel willen, ongeveer 3 uurtjes. En als we wat minder snel zijn, dan langer. Ja. Nou, en jullie zijn dus nieuw in Heerenveen en jullie zijn nu al een paar dagen open. Is het wat jullie verwacht hebben? Is het juist drukker wat jullie verwacht hebben? Eigenlijk zie je pas als de kermis is afgelopen, dan kun je pas zeggen van nou, was het goed of was het niet goed of was het slecht of. Dus ja, het is nu nog een beetje afwachten. We moeten nou de andere dagen even afwachten. Hopen we dat we een leuke kermis hier hebben gehad. Ja, want het is vanavond de Fairground Festival, dus we hopen natuurlijk op veel bezoekers. Maar dit is ook een hele unieke molen, want hoeveel zijn er in de wereld eigenlijk van gemaakt? Van deze attracties zijn er 7 gemaakt. En wij zijn hier in Europa best wel uniek. Hier is er in Frankrijk is er nog eentje. En wij zijn hier de enige in Nederland en de Benelux eigenlijk. En maar wat vind jij nou eigenlijk het leukste van de kermis zelf? Want ja, je zit er bijna elke dag en je gaat heel Nederland door. Maar wat vind je nou nog steeds het leukste aan de kermis? Alle mensen om je heen, de muziek, de sfeer, de mensen van de kermis. Het is heel anders. Het is heel anders als gewoon in de huis wonen. Al die dingen meer. En het steeds overrijden, dat is leuk. Want je komt overal. En dat vind ik eigenlijk nog steeds het leukste. Heel veel mensen kennen. Nou, ben jij nou benieuwd naar deze gekke machine die allemaal gekke capriolen doet? Hij staat hier nog. Ga erin zou ik zeggen, want het is een unieke attractie zoals je hoort. En deze die moet je gewoon een keer gedaan hebben. This here might not be for you. This what we wanna be. Up in the sand in the sun. Cannons and guns. Bandanas and rum. This is the life for me, Tortuga. We zijn hier bij de eigenaar van deze poffertjeskraam. Vertel eens, hoe lang heeft u deze kraam al? Nou, ik met de poffertjeskraam een jaar of 25. En komt u ook hier al vaak naar Heerenveen of is dit uw eerste jaar? Een jaar of 30. Dus een vaste gast. Ja, dat kun je wel gevoel voor elkaar nemen, ja. Toen was hier nog al 16 jaar geleden was hier een andere marktmeester, meneer Hoekman. En vanaf die tijd Toos Wilms de marktmeester geworden. Maar ik heb dat allemaal, ja, dat is al heel lang. Ik weet niet anders dan we gaan met de Pinksteren, dan gaan we naar Heerenveen.
Ja, de poffertjeskraam, dat is natuurlijk geen gemis op de kermis. Elke kermis heeft u alleen. Zijn de poffertjes hier nog net zo lekker als 30 jaar terug? Volgens mij nog lekker niet. Helemaal fout, joh. Nee, het heeft niets aan de kwaliteit. Het is gewoon voor de ouderwetse manier van klaargemaakt. Het is geen magnetronwerk, het is allemaal handwerk. Gewoon het allerlekkerste. Je kan ook natuurlijk een zakje poffertjes bij de Albert Heijn kopen, maar dat is niet. Nee. Dat slaat nergens op. Dat zijn knikkers. Dit, als je echte poffertjes wilt, dan moet je gewoon nog hier naar de kermis. Naar de poffertjeskraam komen. Gewoon naar de poffertjeskraam op de kermis. Daar vind je de echte. En ook niet hier en daar van een braderietje of een dingetje. Nee, dat is eigenlijk alleen maar vervelend voor ons. Dat Jan Piet en Klaas het maar een beetje uitproberen. Maar dit is de echte poffertjeskraam en hier staan de echte poffertjesbakkers te bakken. En nou is het natuurlijk rustig nog. Maar dadelijk met de pinkselen, ja, dan zit het helemaal vol hier en dan worden er heel veel poffertjes gewinnen. Nou, bij mij loopt het water in ieder geval in de mond, bij jou ook. Kom dan naar de kermis hier in Heerenveen en proef de allerheerlijkste poffertjes van de kermis hier. Dat is een heel goed plan. We hebben deze aflevering hebben wij iets nieuws, namelijk wie durft er met mij ergens in? We hebben hier twee kaartjes van de attractie Afros van de breakdance. We gaan nu iemand op straat zoeken die met mij in de breakdance durft. We gaan maar iemand zoeken. Nou, even kijken. Mag ik jou wat vragen? Jij ziet eruit als iemand die wel ergens in durft. Ik heb hier twee kaarten voor een attractie, maar ik zeg niet welke. Ga je met mij erin? Durf je dat? Je kan nu niet meer terug, hè? Oké, we gaan erin. Let's go, kom mee. We staan dus nu voor de breakdance. Ik neem de GoPro mee. Heb jij er zin in? Ja. We gaan erin. Let's go. Wij zijn natuurlijk VIP's, dus goed toepasselijk. Er is een windtunnel. Nou mensen, ik neem jullie mee, alright. We gaan zien of hij het eten binnenhoudt of niet. Let's go! We'll be right back.
Yeah.
dus met de DJ Martin Dame. Dat is de DJ die nu draait hier bij de Coulip. Martin, het is één groot feest vanavond. Ja, het is heel erg leuk. Ik wist niet wat ik moest verwachten, maar dit was echt heel erg gek. En het meest bizarre DJ-plekje ooit bovenop de Coulip. En een heel warm welkom van de familie van de Boer, van wie de Coulip is. En jullie als organisatie ook echt fantastisch wat jullie hier allemaal neerzetten. Ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. Echt met zonsondergang, alle stoppen aan. Het is nu wat rustiger, maar net was het echt super druk. En het was de mensen enthousiast, hand in de lucht. Ik vond het de meest bizarre DJ-klusje ooit. Omdat je geen dansend publiek voor je hebt, is het heel raar, weet je wel. Ze zitten natuurlijk, maar iedereen continu zwaaien. Ik vond het echt heel grappig. Voor herhaling vatbaar, zeker wel. Ja, want je geeft het zelf al aan. Het is een van de uniekste plekken waar je ooit hebt gedraaid. Maar jij gaat de hele wereld over. Wat, welke plekken, grote plaatsen heb je nog meer gestaan? Dubai, Abu Dhabi, Oman, Algerije, Algiers, Marokko, Italië, Duitsland, Frankrijk, België, en in Nederland, ja, best wel alle festivals eigenlijk. En dat doe ik ook nog met een concept, dat heet Superstyle. Dat doen wij ook voor heel Nederland in de grote poppodia's. Dan heb ik nog een bandje, dat heet Hip. En dat is dan met Eddie Zoe op gitaar en Leonardo op percussie. Ja, wij gaan echt door heel Nederland heen, maar dit vond ik echt zo grappig. Ik vond het bizar. En echt props en dikke kudo's voor jullie als organisatie. En als ze nou bijvoorbeeld meerdere kermissen dit zouden organiseren, zou je dan ook als eigen houtje er naartoe willen? Het ligt aan. Ik kan niet altijd komen, zeg maar. Maar als het geboekt wordt, dan kom ik zeker. Want je maakt er overal heel de wereld één groot feest van. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Als ik geboekt word, moet er in ieder geval wel een feestje zijn. En de moeite waard. Het ligt dan ook op welk tijdstipje geboekt wordt. Want als je aan het begin van de avond geboekt wordt, is het wat anders dan midden op de avond. Dan moet je het hoogtepunt neerzetten. Maar dit was heel leuk, omdat je echt de variatie in de muziek ook kon aanbrengen. En dat was gewoon heel erg prettig. En de mensen reageerden gewoon ontzettend leuk op alles. Is er ook nog een site waar we jouw muziek op kunnen vinden, dat de mensen jouw muziek kunnen beluisteren? Dat kan op iTunes, Spotify. Als je mijn naam intikt, Martin Damen, dan vind je me overal. YouTube, Spotify, iTunes. En je kan het natuurlijk ook illegaal downloaden op een torrent. Nee, maar je vindt het overal. Nou, dames en heren, Martin Dame, een van de DJ's die de hele wereld omgaat. We stonden hier vandaag in Heerenveen. Het was één groot feest. Het was sowieso op de hele kermis één groot feest. En het was volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar. Martin, dankjewel. Nou mensen, dat was Kermis TV, aflevering nummer 2. Het was één groot feest, alle festivals, alle DJ's. Het was één groot feest, je hebt zelf de beelden gezien. Ik zie jullie weer de volgende keer bij de nieuwe en de laatste aflevering. Tot dan. 3, 2, 1.